Hey mensen en welkom bij een nieuwe Vraagje Vrijdag. We zijn hier vandaag bij David en Revee thuis. Revee is naast ons. Hi. En ja, we gaan zo de vragen doen. Maar eerst het intro. Oké. Revee, weet je wat Vraagje Vrijdag is? Nee. Geen idee. Wat denk je dat het zou kunnen zijn? Vragen over de meest random onderwerpen. Okay. Dat een beetje... Het komt in de buurt, meestal Pimos. XXX Jamie. En die vraag is, houden jullie van paardrijden? Hou je van paardrijden? Nee. Nee? Nee. Nooit gedaan? Ik heb het wel gedaan, een half jaar lang. En toen was... Ik zat op een paard en het was een mega groot paard. En ik wil juist wel kleinere. Want ik ben altijd klein en ik vond het eng op de hoogte. En toen was het zo heel leuk dat er vuurwerk afging en het paard... Dus ik hang letterlijk aan de zijkant van het paard mee te hobbelen, zoveel ding. En toen pleurde ik er vanaf. En die rijleer, die paardrijles dinges, die zei toen van, Café, wat doe je? Ik zei, ja, wat denk je? Ik probeer me vast te houden hiermee. Val op de grond. Dus dat is mijn paardrijervaring. Ik zal heel eerlijk zijn, ik heb ook op paardrijden gezeten vroeger. Echt heel kort, 4 lessen. Want precies omdat jij het meegemaakt, stopte ik ook. Er vielen kinderen die... Eén iemand die viel bij mij van zijn paard af. Ja. En die durfde niet los te laten. Dus die hield vast aan die nek. En die draaide zeg maar zo head first, half tongend met dat paardse gezicht. Dat je denkt, oh god. En dat paard dat rende door zo tegen een hek. En dat kind werd dus geplet zo. Ja. Heb je het beter gedaan dan mij. Ik heb één les volgehouden. En toen was het al dat hobbelen. Dat was niks voor mij. Serieus? Maar ik heb 2 paarden thuis staan. En ook met vuurwerk inderdaad, oud en nieuw. Ze flippen hem helemaal inderdaad. Serieus? Ook logisch ook, want het is gewoon super eng van beesten natuurlijk. Ik snap er niks van. Van Ruben Bruinsma. En Ruben Bruinsma vraagt, wat doen jullie naast gamen? Shoppen, jij? Ik filmen en acteren. Dat zijn mijn hobby's. Ik slapen. Oh. Dat is ook leuk. Ja, ik kan beter shoppen. Wat winkel jij? Waar ben je het liefst? Voor slapen. Ik ben het liefst in van die boutiquejes waar je kleding hebt die niet mainstream zijn. Dus niet standaard H&M. Oh, Alto, Niet als hipster bedoeld, niet als Alto bedoeld, maar letterlijk gewoon van die boutiquejes van die een beetje zigeuner boutiquejes. Die hebben altijd wel heel leuke kleding. Zigeuner boutiquejes? Ja. Het is een mainstream. Nee, ik ben hipster, ik ben Alto. Luister, zigeuner. Als je naar Rotterdam gaat, als je naar Rotterdam gaat, mensen in Rotterdam wonen weten, er zijn heel veel die winkeltjes. Van een beetje schone winkeltjes naar een hele toffe kleding van meiden. Ja. Maar het is gewoon minder duur en het is niet iets wat overal te koop is. Ik denk niet dat onze gemiddelde kijker ongeveer vaak in Rotterdam boutiques gaat. Ja, ik denk dat nu heel veel mannen in die Rotterdam boutiques gaan lopen. Hey, goed wie gedaan. Weet, heb je een vriendin? We hebben wel gelijk een goed idee van kopen voor een cadeautje. Ja, alleen het nadeel is een beetje, dan staat hij daar in die winkel en dan denkt hij ook, wat moet ik kopen? Nou, ik kan het vragen. Wat is nu altijd, dat ben ik wel benieuwd, jij bent een vrouw in Vraagje Vrijdag. Ik denk, Jury heeft er ook wel last van. Maar jij was ook een vrouw in Vraagje Vrijdag, maar maakt niet uit. True, maar nu komt schieten met er binnen. Stel, je vriendin is jarig, wat is altijd leuk en altijd veilig om te kopen? Wat heel vaak, sowieso voor de meeste meiden natuurlijk, zijn er altijd uitzonderingen. Zijn sieraden, een dagje weg, maakt niet uit waarheen, iets wat zij leuk vindt. Gewoon met z'n tweeën iets leuks doen. Dat is altijd iets wat een meisje vaak leuk vindt. Gewoon met z'n tweeën wat gaan doen, iets romantisch. Oké, okay, dus iets doen. En dan gewoon weten van wat zij leuk vindt. Muziek vindt ze leuk, ga je naar een concert samen. Vindt ze shoppen leuk, dus ik neem vaak de avond mee naar shoppen. Dit is weer zo'n clichématig vrouwenantwoord. Je moet luisteren naar je vriendin. Ja? Als ze een beetje een idee heeft van wat ze een beetje leuk vindt, dan weet je wat voor dag ze leuk zou vinden. Kunnen we Revee niet een item geven op Banjo Town? Zo van vrouwen tips of zo. Hoe wij met vrouwen moeten gaan. Wat moet je doen bij vrouwen? Voor de gemiddelde autistische zou man. Je hebt 10 doods, maar dan wat je niet meer van elkaar. Verschrikkelijk. Jij mag de volgende vraag doen. Ik mag de volgende vraag. Oké, okay, ik heb hier Naomi 11. En zij vraagt, wat is jullie favoriete hobby? Wow, favoriete hobby. Wat is jouw favoriete hobby? Mijn favoriete hobby, denk gamen, ja. Toch wel gamen ook? Gamen. Maar als je 3 dingen moet opnoemen. Als ik 3 dingen moet opnoemen, dan zou dat zijn filmen. Dat heb ik net ook al opgenoemd. Ja, maar anders. Dat is niet echt. Wij zijn echt eentonig, want ik zit ook. Ik zit echt te denken daarna. Heb je nou niks anders wat je doet? Ja, ik series, films kijken. Klopt. Ja. Chillen natuurlijk met vrienden. En eerlijk is eerlijk, ik hou ervan zo'n mannenwinkelen. Jij kent dat ook wel, dat je gewoon door de stad loopt, langs alle kledingwinkels. Ja. En je gaat even de Int, Toys, Bart Smit, Furrekker Shop, Mediamarkt, Game Mania. Je gaat ze gewoon allemaal lekker langs. Okay, echt die winkeltjes van waar je normaal je vriendin mee moet trekken. Zo. Ja, precies, die geekwinkels. Lekker in je eentje, 2 uur lang. Maar heb je ook niet, als jij kleding gaat kopen, dat je in sommige winkels binnenkomt als man, zeg maar. En dat je gewoon, je kijkt om je heen en is je vriendin zo overal aan het kijken voor je en zo. En dat jij zegt van, nee,
hier hangt niks tussen. Dat is echt wel aankijk van, dude, we zijn net 2 minuten binnen. Maar dit, dat ze kunnen ook, die vrouwen kunnen zo goed kijken met die ogen dat je schuldgevoel erdoor krijgt. Dat je niet meer nee durft te zeggen. Dat is ook wel een beetje een trucje. Ja? Ja. De meeste vrouwen weten het, op een bepaalde blik kijken of op een bepaalde manier iets zeggen. Wat klinkt alsof ze heel erg lief proberen te zijn. Mm-hmm. En dan weten ze van, oké, dan ga ik kijken wat ik wil. Maar heeft David die trucjes al door bij jou? Nee. Brammetje vraagt aan ons of wij wel iets gedaan hebben met Oud en Nieuw. Nou. Wij hebben eigenlijk natuurlijk achter ons al een feest gehad. Dat was eigenlijk ons Oud en Nieuw feest. Mm-hmm. Dat was niet uitgaan. Je had het kunnen zeggen. We hebben gewoon random mensen hadden gewoon. Ga weg. Ik was madness op de party police hier. Ja, ik deed wel mee. Maar in ieder geval. Dus dat was eigenlijk ons Oud en Nieuw feest. En met Oud en Nieuw zelf zijn we gewoon even naar mijn ouders gegaan. En even gezellig met hun gewoon een avondje besteed. In de kroeg toch? Ik zag een foto vandaan. Ja, mijn vader en ik. Mijn vader en ik lijken best wel op elkaar met sommige dingen. En mijn vader en ik dachten van kom, we gaan lekker dronken worden vanavond en we gaan naar de kroeg. Geen slechte Dus David houdt niet zo van de kroeg, mijn moeder houdt niet zo van de kroeg. Dus toen zei ik van, nou, gaan we heel even mee. Na een uurtje hadden we er eigenlijk genoeg van. En toen zijn mijn vader en ik gebleven. Serieus? En doorgegaan. Oké, okay, echt waar? Ja. En dat David niet van de kroeg houdt, had ik niet van. Echt, ja, ik vind het wel leuk. Maar het ding is, als wij naar de kroeg gaan bij ons in het dorp, iedereen kent elkaar en hij kent eigenlijk niemand. Okay. Dus dat maakt het minder interessant. Maar als jullie uitgaan, hou je dan liever van een rustige club of een rustig tentje? Of, Ik zelf vind het discotheek leuk, ik hou van dansen. Ja? Ja. Nu ben ik benieuwd, wat is nu het gekste? Want daar ben ik benieuwd naar, wat is het gekste waar jij ooit bent geweest? Dat van de discotheek kroeg? Nou, wat mensen niet zouden verwachten. Ik bedoel, ik ben. Ik denk het gekste waar ik ooit ben geweest, qua kroegen uitgaan en zo, is met Yuri geweest. Ja. Toen was ik verkleed als opa voor Jackass. Mm-hmm. Hadden wij een paar settings tot onze beschikking gekregen. En wij hadden een bananenbar. En er zat een prachtige meid. Wow. Dacht ik niet eens aan. Nou, prachtige meid. Nou ja, oké, was een crack hoor. God. Misschien kijkt ze die van deze video, maar. Ja. Niet zo, lullig nu jongen. Als je dit ziet, je bent een crack hoor. Maar. Het was een crackhoer en ik was verkleed als opa en wel. Toen zei ik tegen haar, ik wil twerken met die jongen die ernaast stond. Okay. En dat was het. Dat was mijn gekste, denk ik, waarvan ik echt vet awkward. In de bananenbar. Ja, ja. Zelf buiten de bananenbar ben ik wel ooit een keer in. Ik zie mezelf sowieso nog een keer bij met zo'n gameclub gaan, weet je, in Amsterdam bij de reageren. gewoon om wat mee te maken, weet je wel. Gewoon weet ik veel. Maar ik ben ooit een keer in Gamert geweest, in Time Out. Mm-hmm. En dat is echt. Dat is zo fucking groot. En daar heb je echt gewoon een soort van 8 discotheken in 1 discotheek. Ja. Echt met allemaal verschillende thema's. En dat was. Eerste avond was er niemand, tweede avond was het helemaal vol. Ja, dat is heel sick. Tof. En jij? Ik zelf had in Spanje. Ik was op go-go-reis met jongerenreis met een vriendin. Mm-hmm. En wij dachten van we gaan een keertje uit. En elke keer had je zo'n avond uit. En 1 avond was er niks gepland en wij dachten van fuck it, we willen gewoon nog steeds uit, dus we gaan zelf wel. Mm-hmm. Want we hadden zoiets van fake feesten. Mm-hmm. En dus we gingen erheen. En we komen in de club en dan vooral heel veel Spanjaarden, dus want eigenlijk weinig toeristen die avond. En het was zo aparte sfeer. De jongens zaten met elkaar te dansen op echte manier dat je denkt van huh. En er was een meid die opeens mij leuk vond en die wou met mij gaan dansen. En ik had echt zoiets van wat gebeurt hier? En toen liep ik naar buiten en toen waren er een paar jongens en die waren heel irritant aan het doen. Die zeiden van kom met ons mee bla bla. Dus wij zo heel simpel, dat is ons excuus standaard geweest op vakantie. We zijn lesbisch, we hebben geen interesse. Werkt heel vaak heel goed. En toen zei ze van ja, geef elkaar dan een kus. Dus wij gaven elkaar gewoon een kus. En zo, boeit ons toch geen reet. Ze zijn goede vriendinnen. Mm-hmm. En toen zei ze tegen die jongens zei ze van ja, maar wij zijn homo samen. Ze zei van oké, dan geef elkaar een kus. En dat deden ze. Echt waar? Ja, en dat zei ja. Ik kwam naar binnen, mijn broek zat ondertussen ook helemaal vol bloed. Geen idee hoe. En dat was mijn rare avond. Weird shit. Ja. Dus nog in Spanje. Ja. Ik ga nooit naar Spanje partyen. Ja. Nou ja, in ieder geval Reveen, bedankt voor het komen. Dat was heel leuk. Voordat de camera weer uitvalt. Ja. Geef vooral een groen duimpje, abonneer hier beneden en het kanaal van Reveen. En reacties neerzetten, wat je ervan vindt. En met een vraag erin. En René's kanaal staat ook in de beschrijving. Bedankt voor het kijken. Reveen. Oh, niet René, Reveen. Snel, van de camera uitvalt. Okay. Bedankt voor het kijken, doei.